En dan, ja, het doet wel duurt 4-5 weken. Mag ik misschien op zijn rug zeggen? Is dit een soort grap of zo? Of is dit, Jongens. Ja, maar dit is voor mij helemaal geen ding. Ik ga dit niet doen. Zo makkelijk is het. Welkom bij de Prankshow, mensen. Mijn naam is Calvijn en in deze serie neem ik bekende mensen in de maling door middel van een verschrikkelijke prank. En in deze aflevering is mijn slachtoffer... Koen, de enige echte. Ja, ik proef kurk. Je kan hem uiteraard kennen als een van de bankzitters. Daar reed je langs, baby. Maar ook van zijn app Kaasje. Download nou Kaasje! Of zijn muziek met fucking Jesse. Ik wil een gek op jou, ik begin wel een dateline. Of... Nou ja, dat was het wel eigenlijk. Koen heeft altijd een grote bek. Oh. Dus hoe lekker is het om hem eens even goed in de maling te nemen? Dit wordt mooi. Koen denkt dat hij zijn eigen documentaire gaat krijgen. Een docu over je eigen leven. Die docu gaat er natuurlijk nooit komen, maar dat weet hij niet. Hij denkt dus dat hij dat krijgt en hij gaat daarover praten hier met een man en met een vrouw. En vooral die vrouw, die wil wel heel veel over Koen weten. En die is wel heel geïnteresseerd in Koen. En uiteindelijk blijkt dat die vrouw wat meer wil met Koen. Die wil sexy time. Die vindt Koen zo'n aantrekkelijke jongen, die wil gewoon... Je snapt het. Nou, Koen komt hier aan, die gaat lekker zitten. Die spreekt hier vooral met jou, Emma. Emma vindt hem wel een opwindende jongen. En dat gaat ze langzamerhand aan hem duidelijk maken. Wat je ook niet moet vergeten, hier zitten twee jongens. Dit zijn jullie kinderen. Jullie zijn fan, hè, van Koen? Ja, zeker. Die spelen de hele dag alleen maar... Kaasje. Inderdaad, nou, dat is natuurlijk fucking irritant als je een zakelijke meeting hebt. Dus dat is prachtig. Hallo. Hoi. Hoi. Ho. Oh. Weet je dan? Hoi. Hoi. Ja, mogen we misschien een bord? Ja, man. Hoi. Bord. We zaten net lekker kaarsjes te spelen. Kijk, ja. Oké, Koen is in de house. Hij is er. Ik schat Koen hoog in. Volgens mij is Koen slim. Dus ik hoop zo dat dit goed gaat, jongen. Nou, fijn dat je er bent. Uiteraard, leuk. Nou, ik ben dus Emma van Bien en Vara. En Mark is mijn man. En die is er gewoon bij. Dus, wil je wat drinken? Ja, lekker water gewoon. Gewoon water? Ja, lekker. Zal ik even vragen? Ja, heel goed. Wil jij ook wat? Een wijntje, doe maar. Ja? Ja, ja, ik ben blij dat je kon komen. Lekker zitten, leuk even kennis maken. Ja, nee, heel goed. Ik wil vooral veel van jou weten. Ik wil vooral veel van jou weten eigenlijk. Ja. Wie je nou eigenlijk bent en hoe je zo gekomen bent tot waar je hier bent. Ik ben echt jaren geleden ooit begonnen met YouTube. Ja, dus daar handplof dat ik dacht van... Ja? Mag ik alsjeblieft even aan jou op de foto? Ja, laten we dat even snel doen, dat is goed. Ze gaan nu op de foto's, niet appen. Yes, ja, top, alsjeblieft. Top, alsjeblieft. Vorige maandag heb ik de sleutel gekregen van mijn appartement in Amsterdam. Ja, dus dat is echt wel ja, echt tof. Proost, hè? Proost. Op jou. Santé. Nou, dankjewel. Proost. Santé. De dame en de meneer die nemen nu een drankje, maar dat is wijn en whisky, dus dat is wel een beetje raar, want het is letterlijk 2 uur 's middags. Emma is natuurlijk gewoon een beetje, die wil een beetje in de mood komen. Ga je samen wel of niet? Nee, mijn vriendin woont wel in Amsterdam. Ja, die zal er wel vaak zijn, maar we hebben nog niet de plan om samen te komen. Wat heb je op de middelbare school gedaan? Ik heb VWO gedaan. Ja. En ik heb gestudeerd aan Erasmus. Je bent echt een intelligente jongen gewoon. Nou ja, dat weet ik niet, maar ik vond studeren ook niet zo moeilijk, dat was wat chill. Mogen misschien nog een keer op de foto, want die foto was fout. Doe maar even gauw dan. Ja? Ja, noem maar. Top, alsjeblieft. En dan, het duurt 4-5 weken. Mag ik misschien op zijn rug? Het is dus 2 uur 's middags, je hebt een zakelijke meeting. Deze mensen beginnen al alcohol te drinken, dat is al een beetje vreemd. Jongens, jullie willen met Koen op de foto, hebben jullie natuurlijk al geprobeerd, maar nu wil je op zijn rug. Dat doen fans namelijk wel eens. En dat is altijd een beetje vreemd, dus ik ben benieuwd hoe jullie daarop gaat reageren, ja? Ja. Oké. Okay. Op zijn rug? Ja. Nou, ik denk niet dat hij daarop zit te wachten. Is dit een soort grap of zo? Of is dit... Jongens. Oh, fuck. Jongen. Sorry. Oké, hij verdenkt het al een beetje. Hij heeft net letterlijk gezegd, is dit een grap of zo? Dus we moeten een beetje rustig aan doen. Anders ligt het er echt dik bovenop. Zoals, je woont in één huis toch met al die Ja, dat is gewoon lachen, want je woont met 3 van je beste vrienden woon je in één huis. En zeker, we zijn daar ingegaan net voordat corona uitbrak. Het is gewoon chill dat je die tijd wel met je beste vrienden hebt mee kunnen maken. Niet dat je alleen op een studentenkamer zat of zo. Ik mag gewoon een beetje uitleggen wat jullie willen maken. Nou, wat we dus eigenlijk van plan zijn, is een documentaire willen we maken. Eigenlijk een hele reeks met nieuw aanstormende talenten. En dan hoe werkt dat? Hoe lang is dat? Het draait echt om jou en we zullen met de camera gewoon jou volgen. En hoe jij het in het leven staat en hoe jij de dingen aanpakt. En het zal niet zozeer, waarschijnlijk niet met een presentator gewerkt worden. Oh, oké. Nee, dat lijkt me hartstikke leuk. Ook wel een eer, vind ik. Nou, goed zo. Ja. Er wordt veel gepraat. Veel praten over Koen, over zijn leven, maar dat zorgt ervoor dat hij gaat denken dat het echt is. Want als je te snel gaat, dan is het allemaal onrealistisch. Dus er wordt veel gekletst. Koen is niet dom, dus daar moeten we goed rekening mee houden.
Ja, we gaan het gewoon zien, denk ik. Mij lijkt het in ieder geval leuk om mee te doen. Daar ben ik blij om. Wat is eigenlijk een high school met Kaarsje? Ik weet het niet. Ik heb al een tijdje niet gespeeld, moet ik zeggen. Oh, oké. En die van jullie? Mijn is nu 140 Kaarsjes. Zo, lekker. Want jij werkt bij BNN. Mm-hmm. Als dus achter de schermen ideeën bedenkt of zo. Ja, producent en ik doe ook veel van de screening. Bedenk vaak welke personen we op welke plek zouden kunnen zetten. Hij stelt heel veel vragen. Alles moet echt goed kloppen. Maar ik vind het altijd wel fijn om even met mensen kennis te maken. Dat je weet wie je nou eigenlijk voor je hebt. Voordat je met iemand gaat samenwerken waar je dan uiteindelijk helemaal geen klik mee hebt of zo. Dat is een Hoe lang moet ik deze nog bij me houden? Nou, die jongens hebben een Tamagotchi. Tenminste, dat denken ze. Maar eigenlijk is dit iets wat we misschien allemaal wel kennen. Dit wordt inwendig ingebracht. Jij loopt naar je vader toe en dan zeg jij... Hoe lang moet ik deze nog vasthouden? Ja, geef me jongen. Ziet Koen dus dat dit in het spel is? Nou ja, dan moet hij zelf bedenken dat dit bij jou inwendig is ingebracht. Doen we natuurlijk niet echt. En dan gaan we kijken. Leg die... geef me hier. Geef me mee. Nee, met ons bedrijf ging het ook gewoon goed tijdens corona, zoals het nu ook positief. Ja. Alles en nog wat. Ja. Koen snapte geen reet. Hij keek naar het ding, het was fucking lang stil. En toen gingen we verder. Ja, dus ja, coronatijd, ja, is niet makkelijk. Even naar het toilet. Is goed. Kon je niet horen? Hij is zo serieus, jongen. Hij is heel serieus, hè? Fucking hell. Hij is echt, hij zit er dik in. Oké, het plan is nu dus, voor de mensen die het even niet begrijpen. Koen zit er nu lekker in, hij denkt dat hij zijn eigen programma krijgt. Hij begint nu ook veel vragen aan jullie te stellen. Dus dat is gevaarlijk. Emma gaat ze hem straks proberen te verleiden. En dan daarna moeten we hem eigenlijk meekrijgen naar een hotelkamer. En dan gaan we kijken hoe ver het kan gaan. Ben je lekker aan het kletsen? Ja, over wasstraat. Ja, over wasstraat natuurlijk. Want waar Waar heeft Mark het anders over, hè? Vaak wel gewoon met de hand, dat vind ik wat fijn. En dan wat meer zelf in de hand heb je dan. Ja, dat is... Je eigen hand is gewoon fijner. Ja, precies. Dat zeg jij ook altijd. Dat zeg jij ook altijd. Ja. Koen is aan het lachen. Chill. Wie is jouw doelgroep eigenlijk? Ja, het zijn met name jongens. Nou, ik kijk ook naar jou, dus je hebt sowieso een vrouw. Dat is waar, dat is in ieder geval één. Die doet nog een master aan de Open Universiteit. Ook nog? Ja, maar dat is thuisstudie, dat is wel chill. Dus kan je gewoon indelen wanneer je zelf wil. Heb je zelfdiscipline? Ja, ik heb wel zelfdiscipline. Ik heb nooit zoveel zelfdiscipline. Nee? Nee. Helaas, dat mis ik een beetje in mijn leven. Oké, Emma doet nu even iets zwoeler. Dus ze praat ook een beetje zo en ze doet ook een beetje zo. Ze heeft natuurlijk al 3 wijn gehad, dus het is allemaal net even iets meer sexy. Bijzonder eigenlijk dat je bruine ogen hebt. Wat? Een beetje blond haar. Ja, een van de 7 schoonheden. Ja, zeker. Zeker. Ja. Nee, er wordt wel eens gezegd dat ik rood haar heb, maar daar kan ik zelf niet in. Nee. Oké, die kinderen zijn nu even TikToks aan het maken. Dat doet een beetje irritant. Quinty is even de oppas. Normaal gesproken ook cameravrouw, maar vandaag even de oppas. Zet hem op. Komt ze nog? De oppas. Ik zal hem even een berichtje sturen waar ze is. Daar komt hij vandaan lopen. Ja. Wat een timing. Hey. Hey jongens. Ja. TikTok aanpakken. Ja, zullen wij even... Ik heb boven nog een ruimte waar we even rustig kunnen praten. En dan kunnen we even details doornemen. En dan hoef je niet bij hem te zien. Oké, is goed. Ja? Ja. Koen gaat mee naar de hotelkamer. Nou ja, dat wordt natuurlijk helemaal bizar. Mark, jij gaat de douche in. Ja, die gaat zich even klaarmaken voor de sexy time. Dan komen zij hier. Koen en Emma, ze gaan lekker zitten. Ja, en dan wordt het wel duidelijk wat Emma eigenlijk wil. Want wat wil je eigenlijk? Ik wil wel seks. Waar de fuck is Michael? Thanks, dankjewel. Heb je die camera al neergelegd? Oké. Go. Zo, dus tenminste de kinderen. Dat is leuk hoor, maar... Ja, we blijven luisteren dan. Ik hoor niks. We hebben nog geen beeld, dus ik hoor jullie niet. Ik zie jullie niet, dus doe gewoon je ding. We hopen gewoon dat je mee wil. Lijkt me leuk. Kijk, het pasje voor de superdrankje. Wij zitten nu in de kamer hiernaast. Daar gaat Emma hem proberen te verleiden. De bedoeling was dat we konden meekijken. Deze monitor, die werkt niet. Waren er dingen die jij wilde weten? Nee, ik denk dat het altijd duidelijk is. Gaat zo'n cameraman mee? Ja, de cameraman zal je toch wel heel vaak zien, denk ik. Ja, dat is wel. Hopelijk kan ik het goed vinden met de cameraman. Ja, dat hoop ik ook, ja. Ik heb huisdieren.
Nee, ik ben allergisch voor hier. Oh, ja. Okay, ik heb trouwens twee vissen. Ja, nog wel lachen. Ja, nou, ik zal er niet langer omheen draaien. Je bent hier zeker omdat we interesse in je hebben qua programma en documentaire. Maar ik moet eerlijk opbiechten dat wij ook... hoe zou ik het zeggen? Heb je wel eens gehoord van swingers? Omdat jij het er al over gehad had. Nee, nog niet. Je bent iets te vroeg. Wat dan? Nee, dat ken ik niet. Ja, dan heb ik het niet over swingen. Nou, swingers zijn eigenlijk gewoon mensen die openstaan voor seksuele ervaringen met andere mensen. Als je denkt dat je eigen documentaire gaat krijgen, die komt er niet. Dan zijn er twee mensen waarmee je in gesprek bent serieus geïnteresseerd om met jou te swingen. Nou, het is te krankzinnig voor woorden. Wat gaat Koen doen? Heeft hij er eigenlijk stiekem wel zin in? Of denkt hij, nee, dit is niks voor mij. Ik ben weg hier. Alles kan. Ja, ik heb gewoon een vriendin, dus voor mij is dat niet interessant. Sorry. Ja, maar wij hebben ook gewoon een relatie. Ja, dat snap ik. Maar dat is nou gewoon een gelukkig getrouwd. Ja, dat is helemaal goed, maar ik denk niet dat ik daar de juiste persoon voor ben. Hoor. Ik denk juist wel dat jij daar de juiste persoon voor bent. Ja, dat is een eer, dus dank je wel daarvoor. Maar nee, ik... Nee, helaas. Het is niet voor mij weggelegd. Kun je anders je vriendin even bellen? Je mag je vriendin ook bellen. Ik wou dat zeggen. Als je het heeft al met mijn vieren. Ja, maar ik denk dat mijn vriendin dat ook niet ziet zitten. Dus, nee. Maar dit was allemaal voor niks. Nou, die belt ook gewoon voor het programma, voor de documentaire. En ik ben blij dat ik je heb leren kennen en zo. Dus daar is het zeker voor. Maar ik hoopte dat we 1+1 komen, zeg maar. Nee, sorry, dat zit er voor mij niet in. Ik doe mijn begin niet mee, hè. Ik bedoel, ik kan nog gewoon... Ja, maar dit is voor mij helemaal geen ding. Ik ga dit niet doen. Zo makkelijk is het. Ik ga het niet doen. Hij gaat het gewoon niet doen. Het hoeft niet met mij, hè? Ik bedoel, je mag gewoon met... En dan kijk ik alleen, weet je? Nee, maar ik heb er helemaal geen behoefte aan, sorry. Ik ben hartstikke blij met mijn vriendin en wij zijn hartstikke blij met elkaar. Dus vind je het niet knap dan? Dat zei ik dan niet. Nee, je moet een vraag, hè? Ik vind je een hartstikke mooie vrouw, maar ik... Zei ik toch? Maar nee, dit is voor mij niet... Ja, ik vind jou ook een hele mooie jongen. Ik vind je gewoon een hele mooie jongen. Dankjewel. Hoor ik vaker. Dat dacht ik. Aan iemand te vertellen, hè? Discretie staat voorop, hè? Ja. Dat is echt... Ja, dat is allemaal helemaal goed, maar ik ga het niet doen. Maar we hebben alles besproken voor de documentaire, dus ik heb weten ook alles. Want dan is dat er wel een ding? Of is dat gewoon... Nee, was het nee. Een soort... Of staan er camera's aan, als je daar al een camera ligt? Ik weet niet... Oh, die is gewoon van... Ja, daar maken wij wel eens gebruik van. Ja. Oh, ja. We hebben alles besproken, toch? Ja. Ja? Nou, mocht je bedenken, dan... Je weet waar we zitten. Heb je mijn mail? Ja. Helemaal goed. Dankjewel. En Hey, Koentje! Oh, ik voel het al een zaak, jongen. Schitterend. Oh, wat een kutzooi. Ik wil nog wat tegen je vriendin zeggen. Schatje, ik hou van je. En ik heb je laten zien, hè. Hij is loyaal. Ik ben fucking loyaal. Inderdaad. De prankshow gaat door. Wie moet ik volgende week pranken? Laat het hieronder weten in de reacties. Tot volgende week.